Om dit veldje draait het, het weidje in Ermelo. In 2021 werd besloten dat de evenementen die er worden gehouden niet harder mogen dan 70 decibel. Dus ongeveer zo hard als een vaatwasser of een doorspoelende wc. En nu is dat dus voor een deel teruggedraaid, tot groot ongenoegen van de omwonenden. We zitten hier 500 meter van het weidje af. Dat lijkt heel ver, maar als er een feest is met een dreunende beat, dan hoef ik om 11 uur niet op mijn bed te gaan liggen, want ik dreun dan mijn slaapkamer hieruit. Met name het feit dat de politiek een eerder genoemde beslissing weer terugdraait, zit Jan niet lekker. En nog voordat het beleid enige kans van uitvoering heeft gehad, dan komt er een motie tussendoor dat het toch weer anders moet. Dat heeft mij echt verbaasd en ook ben ik ook een beetje boos over. Dat is toch een vreemde gang van zaken. Ondernemers zijn juist blij dat er iets meer mag. Nu kunnen we gewoon weer feesten geven. Er zijn er maar 5 en van die 5 maken we een groot succes. Iedereen is happy. En we snappen dat de tegenstanders zich wat overrompeld voelen. Maar ja, er zijn ook maar weinig mensen. En een heel dorp wil graag een feest in de zomer. U bent toch ook jong geweest? Ik ben ook jong geweest. En dan kwam ik in het café. En dan zat ik ook in muziek. Maar die was nog niet zo hard als nu. Het is mijn uitgangspunt en ook van anderen dat een dreunende beat niet in een woongebied thuis hoort. Dan moet je ook een andere locatie dan voor zoeken. Ja, afgezien nog feit dat je af kan vragen of het voor de feestgangers zelf gezond is. Maar dat is een andere discussie. Ik denk dat een dreunende beat niet in een woongebied thuis hoort.